Hallo, vandaag gaan we een techniek bespreken die wel het verticaal buzzeren genoemd zou kunnen worden. Wat is hiervoor nodig? Ik gebruik een afmaar 6 hengel, wel een behoorlijke pittige hengel, met een fighting butt, omdat hier op het reservoir grote forellen zitten die je strak moet kunnen drillen. Het belangrijkste bij dit systeem is de zinklijn. Het is een DI7 van Airflow en het is een volledig zinkende lijn. Dus het is geen zinktip. De lijn zinkt in zijn geheel. Aan die DI7 heb ik een leadertje geknoopt van ongeveer, wat zal het zijn, 2 meter. Hier is die leader. Hier is het einde van de DI7, van de zinklijn. Hier begint de leader. Nou, dit zal ongeveer 1,80 meter zijn. Dus je kunt zien dat mijn leader iets meer dan 2 meter is. De dikte van het nylon kun je aanpassen aan de grootte van de vis, uiteraard. In dit geval gebruik ik 2100ste. Fluoren carbon. Ik heb hier aan een zijlijntje een app, een bloedworm imitatie geknoopt. En onderaan het systeem hangt een klein verzwaard nymfje. Waarom dan buzzeren genoemd? Heel veel mensen vinden het fijn om dit systeem met 2 buzzers te vissen. Ik zal dat straks ook even doen en laten zien, maar er verandert niks aan het systeem. Het enige is dat de onderste vlieg een buzzer is en de droppervlieg een buzzer is. Hoe gaat de techniek in zijn werk? Wanneer je in hebt geworpen, laten we zeggen 15 tot 20 meter, zal de DI7 blijven zinken, omdat het hier over de 20 meter diep is. En op enig moment hangt het hele systeem verticaal onder de top. Alles is kaarsrecht afgezonken en hangt echt letterlijk verticaal onder de top van de hengel. Door vanaf dat moment het systeem heel erg langzaam binnen te vissen, echt met hele kleine achtjes af en toe even te stoppen, imiteren we het zich verplaatsen van de buzzer door de waterkolom. En elke hoogte in die waterkolom, elke diepte in het water, wordt op die manier bereikt met de vlieg. Want je vist van, zover je hem uitgegooid hebt, 15, 20 meter onder je top, heel de weg terug omhoog, af en toe even stoppen, de buzzer of de nymf of de bloedworm even laten hangen, dan weer heel langzaam verder binnenhalen. Zoals ik net zei, met hele kleine achtjes. En dat is het systeem. En de kracht is dus dat op welke diepte de vis ook aast, je komt op enig moment door die diepte. Heb je nu in de gaten dat je steeds op een bepaalde diepte, laten we zeggen 8 meter, je aanbeten krijgt, dan is het natuurlijk slim om geen 20 meter meer uit te gooien, maar 8, 9 meter lijn uit te werpen, die te laten zinken, en dan kom je vanzelf in die laag waar de vis zo actief is, en dan ga je daar je gepeuter beginnen, want het is echt peuteren. De aanbeten kunnen heel divers zijn. Je zult aanbeten krijgen waarbij de visser vol induikt en bijna de hengel uit je handen trekt. Mijn ervaring is dat het heel vaak is, juist omdat je zelf heel passief de vlieg aanbiedt, dat de vis rustig kroest in zijn laag waar die aast. En bijna achterloos een buzzertje naar binnen werkt. En hem ook weer heel snel uitspuugt natuurlijk als die merkt dat er iets niet klopt. Dus heel vaak zijn de beten heel subtiel. De vis pakt de vlieg en je ziet heel even je top een beetje buigen. En dan moet je meteen attent op zijn en aanslaan. Anders heeft hij hem alweer losgelaten. Tenzij je de mazzel hebt
Dat hij zichzelf heeft gehaakt tijdens het nemen van de vlieg. Wat in ieder geval heel belangrijk is, dat op het moment dat je uitgeworpen hebt, tijdens het afzinken van die DJ7, dat je contact houdt. Want ook in het afzinken kan de forel de vlieg pakken. En een goede gestrekte worp is daarbij dus erg belangrijk. Je zult begrijpen dat wanneer je op deze manier aan het vissen bent, het verticaal buzzeren, de registratie helemaal op de top plaatsvindt. Het is niet zo dat je de beet voelt in je vingers, omdat je dus zo heel tergens langzaam je vliegen terugvist. En in de meeste gevallen de vis de vlieg ook heel voorzichtig pakt. Voorzichtig, gewoon subtiel. Ze vertrouwen het, die buzzer die hangt daar of beweegt heel langzaam verticaal door de waterkolom naar boven. En de vis pakt die vlieg heel argeloos tijdens het cruisen, tijdens het aasgedrag wat hij vertoont. Het is niet zo dat hij agressief achter een stil hangend buzzertje aankomt, alsof je een streamer aan het binnenstrippen bent. Juist omdat die aanbeten zo subtiel zijn, Is het belangrijk dat je goed kan registreren op de top. En om dat voor elkaar te krijgen, kan je het beste gaan zitten, denk ik. Met je onderarm steunen op je bovenbeen. En zorgen dat je die hengel echt goed vast kan houden. Als het hard waait, als er wind op je hengel staat, dan gaat het gewoon al een stuk lastiger om die registratie echt 100% te hebben. Je hebt net gezien dat ik ook mijn andere hand steun en dat ik op die manier heel gecontroleerd die achtjes kan draaien en daarbij mijn top zo stil mogelijk kan houden. Stabiele houding waarbij je arm op je bovenbeen steunt en je top van de hengel echt heel stil is essentieel bij het verticaal buzzeren of verticaal nymfen, bij de manier waarop je jouw vlieg verticaal heel langzaam door de waterkolom beweegt. Het vlot waarop ik zit heb ik ook aan twee kanten vast liggen met een anker. Want als de wind, net als nu, een beetje begint aan te wakkeren, dan pak je veel wind met zo'n vlot.
En dan, ja, dan gaan die buzzeltjes of die nymfen waar je mee vis, gaan niet mooi rechtstandig verticaal door de waterkolom omhoog. Maar worden voortgeduwd, hè, totdat je met je zinklijn en je vlot met de wind mee wordt bewogen. Je krijgt drag daardoor, drag achter je vlieg onder water. En dat vermindert je vangkansen enorm.